De provincie is om. In Oost-Groningen mag een outletcentrum komen. Goedenavond. Het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland van maandag 8 april. Dit is Noord Vandaag. Het college van gedeputeerde staten is weer compleet. PvdA, VVD, D66 en de ChristenUnie hebben daarover een akkoord bereikt. Fractievoorzitter Henk Staghouwer van de ChristenUnie is de beoogde nieuwe gedeputeerde. De koers van het provinciebestuur blijft vrijwel gelijk. Wel maakt het nieuwe college onder voorwaarden de weg vrij voor een outletcentrum in een stedelijke kern in Oost-Groningen. Wij scheppen nu als provincie de kaders voor het realiseren van het Factory Outlet Center. Negatieve effecten moeten tot nul gereduceerd worden. En vervolgens gaan we in gesprek met de gemeente Oost-Groningen om te kijken wat de beste plaats dan kan zijn. De voormalige discotheek-eigenaar en DJ Gerry de V uit Blijham is weer vrijgelaten. Hij werd vrijdag tijdens een inval in zijn woning gearresteerd. De V wordt ervan verdacht dat hij iemand heeft gechanteerd. Hij zou geld hebben geëist van iemand. Als die persoon niet zou betalen, dan zou de oud DJ belastende informatie naar buiten brengen. Een agent heeft afgelopen nacht een waarschuwingsschot gelost toen zij probeerde een 26-jarige man uit Franeker te arresteren. De Fries negeerde in de stad Groningen een stopteken en weigerde na een achtervolging uit zijn auto te stappen. Hij reed op de agenten in, zij trok haar pistool en schoot. Na een nieuwe achtervolging kon de man worden gepakt, niemand raakte gewond. Bij Overschild is vanmiddag een stuk natuurgebied afgebrand. Het gaat om een gebied ter grootte van 1 hectare. De brandweer is enige tijd bezig geweest met nablussen. De brand heeft waarschijnlijk te maken met de droogte. Een 23-jarige man uit Oldehoven is vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een bladblazer. De man was aan het werk bij het Van Starkenborghkanaal in Zuidhoorn. Uit de bladblazer lekte brandstof en dat kwam op de man terecht. Vervolgens vloog de brandstof in brand. De man is met brandwonden over zijn hele lichaam naar het ziekenhuis gebracht. Groningen, Delfzijl en Oldam zijn de gemeenten in onze provincie waar boeren de meeste OZB moeten betalen. Maar ook in andere delen van de provincie moeten boeren flink in de buidel tasten. Veel dieper dan de gewone woningbezitter. Volgens de boerenorganisatie LTO Noord is de verhouding volledig zoek. De gemeente heeft een begroting en die willen ze rondrekenen. En doordat woningen minder betalen, komen de lasten bij de ondernemers terecht. Mitch Apau wil zijn carrière het liefst bij FC Groningen voortzetten. Dat zegt de verdediger nadat hij vandaag voor het eerst meetrainde bij de FC. Apau speelde de afgelopen 4 jaar voor Sportclub Veendam. Er is ook belangstelling van andere clubs uit de Eredivisie en vanuit de Engelse Tweede Divisie. Ja, dat is leuk. Dat betekent toch dat je wel redelijk hebt gespeeld bij Veendam. Dat je goed jaar hebt gedraaid en dat je zo'n kans krijgt. Dus ja, nu sta je zelf moeten wijzen. Straks, de kinderen op basisschool De Regenboog zijn al helemaal in oranje stemming. De natuur die heeft behoorlijk wat in te holen. Natuurlijk vanwege de kolen van de laatste tijd. En het is ook verschrikkelijke droog. Nou, de komende dagen komt er wat regenwater op. Ja, en wat er dit wel niet allemaal gebeurt. Nieuwe kansen voor een outletcentrum in Oost-Groningen. PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie zijn overeengekomen de komst van zo'n koopcentrum onder voorwaarden toe te laten. Een locatie op het industrieterrein bij Zuidbroek blijft echter taboe. Zo maakten de partijen die het nieuwe college gaan vormen vandaag bekend. Veel tijd hadden de partijen niet nodig voor een nieuw akkoord. In een week tijd werden bijvoorbeeld belangrijke knopen doorgehakt over bezuinigingen. Ook werden voorwaarden afgesproken waaronder een outletcentrum in Oost-Groningen mogelijk wordt. Het Factory Outlet Center kan niet in Zuidbroek worden gevestigd. Maar het wordt niet toegestaan op een bedrijfsterrein of in een weiland. Wat wel kan, is dat het onder een aantal strikte voorwaarden in een centrum op stedelijke plaats kan worden gevestigd. Dan moet er sprake zijn van een gelijk speelveld met de reguliere detailhandel. En er mag per saldo geen winkelvloer op een vlakte bijkomen. Strenge voorwaarden dus, maar het nee van de afgelopen jaren horen we vandaag dus niet. De VVD kan leven met het akkoord, hoewel de partij eerder altijd pleitte voor keuzevrijheid van de betrokken ondernemer. Die keuzevrijheid is er nog steeds, want de ondernemer kan besluiten om het niet te willen. En dan zijn er misschien andere ondernemers die het wel willen. Dus in zoverre is het nog steeds de keuzevrijheid aan de ondernemer. Maar
Maar de keuzevrijheid om het in Zuidbroek te willen, ja, die is er dus niet meer. Ja, dat is dan dus het enige wat er niet meer is. Politiek verslaggever Remy van Manneke, Zuidbroek dus definitief niet. Maar welke plaatsen komen wel in aanmerking? Nou ja, dan heb je het over de stedelijke kernen in Oost-Groningen. Bijvoorbeeld Winschoten, misschien ook Veendam. Maar dan niet op het industrieterrein bij die gemeente, maar echt binnen de bebouwde kom. Ze maken echt een vergelijking in deze met bijvoorbeeld Roermond. Daar is het heel succesvol. Een outletcentrum vlakbij het stadshart van Roermond. En dat zorgt daarvoor veel kruisbestuiving onderling. Als ik de voorwaarden zo hoor, dan is het allemaal nog hoogst onzeker. Nou inderdaad, er moet natuurlijk een ondernemer zijn die het wil. De ondernemer die tot nu toe zich gemeld heeft, die wil het in Zuidbroek. Die heeft ook nog nooit gekeken naar Veendam en Winschoten, laat hij vanmiddag weten. De betrokken gemeenten moeten het natuurlijk willen. Tot nu toe hebben Winschoten en ook Veendam, Stadskanaal altijd laten weten dat ze er geen interesse in hebben. En bovendien zeggen ze ook, het mag niet leiden tot extra winkeloppervlakte. Geen extra vierkante meters dus. Wel stellen ze 15 miljoen euro beschikbaar om te herstructureren. Maar het zijn dus wel echt strenge voorwaarden. De partijen hebben vandaag ook gesproken over bezuinigingen. Waar gaat op bezuinigd worden? Ja, ze hebben nog niet echt precies concreet ingevuld waar dat nu terecht komt. Het gaat om 8 miljoen op jaarbasis. Geld dat minder beschikbaar is voor allerlei beleidsterreinen. Bijvoorbeeld cultuur, natuur, ook het landelijk gebied. Ook beleidsterreinen waarop door het Rijk wordt bezuinigd. Dan even naar de ChristenUnie, de nieuwe coalitiepartner. Kunnen zij tevreden zijn? Nou, allereerst kunnen ze natuurlijk tevreden zijn dat ze nu weer mee regeren in Groningen. 2 jaar geleden belanden ze in de oppositie nadat ze 4 jaar daarvoor mee konden doen in een coalitie in Groningen. Ja, voor de rest hebben ze op een aantal kleine puntjes iets binnengehaald uit hun partijprogramma. Kijk maar. Er komt een regeling dat scholieren van mbo gebruik kunnen maken van een kortingsregeling. En dat vinden we heel erg belangrijk om studenten ook de mogelijkheid te geven om in de stad te kunnen studeren. Het volgende punt is jeugdwerkloosheid. Wij zien de jeugdwerkloosheid ernstig toenemen. Nou, daar hebben we een regeling nu voor afgesproken dat er een stimulans komt om de jeugd aan het werk te krijgen. Dat zijn toch thema's die erg spelen op dit moment. Wanneer gaat het nieuwe college aan de slag? Op 24 april, dan is de statenvergadering, dan zal ook Henk Staghouwer worden beëdigd als nieuwe gedeputeerde. En neemt Wiebe van de ploeg van GroenLinks, die dus zijn opgestapt, afscheid. Remy van Mannekes, dank je wel. Groningse boeren betalen veel te veel onroerend zaakbelasting. Boerenorganisatie LTO Noord komt tot die conclusie. LTO Noord heeft de tarieven van alle 23 Groningse gemeenten op een rijtje gezet. Boeren betalen sowieso al veel OZB, omdat ze aangeslagen worden voor al hun gebouwen. Dus ook voor de stallen en de schuren. En nu blijkt dat de tarieven die Groningse boeren moeten betalen ook nog eens tot 4,5 keer zo hoog zijn dan die voor particulieren. Ik vind dat nu de grens bereikt is en dat die eigenlijk omlaag moet. Particulieren betalen alleen omdat ze eigenaar zijn van een woning. Maar een boer wordt daarnaast ook nog eens aangeslagen voor gebruikersbelasting. En de tarieven voor die beide delen stijgen de laatste jaren ook nog eens hard. Boer Rudolf Veitsma uit Oldenhoven betaalt zich blauw aan de OZB. Die is voor mijn bedrijf, om precies te zijn, 3827 euro. Dus die zit vergelijkt met wat een gemiddelde woningeigenaar in deze gemeente betaalt. Die zit volgens mij op een krappe 300 euro. Dus het verschil is enorm. En dan is de gemeente Zuidhorn, waar deze boer woont, nog niet eens de allerduurste gemeente. Volgens de boeren zijn zij voor veel gemeenten de sluitpost om de begroting rond te krijgen. En voor al dat geld krijgt de boer ook nog eens weinig terug. Ja, zoveel meer doen gemeenten niet voor boeren dan voor burgers. Dus we vinden eigenlijk dat daar een paal en perk aan gesteld moet worden. LTO Noord wil nu zo snel mogelijk overleg met de Groningse gemeenten. Te beginnen met 4 van de duurste. Dat zijn Delfzijl, Eemsmond, Oldambt, maar ook de gemeente Groningen. En dat we daar met de wethouder en de raad mogelijk om tafel gaan om te kijken van ja, hoe zien zij dat? En kunnen we daar tot een andere lastenverdeling komen? En wie weet is deze koe dan niet de enige die een vreugdesprongetje kan maken. Lars Hutten, Lars Lamboy, Tom Overtoom en Mitch Apau trainen vanmorgen voor het eerst mee met FC Groningen. Het viertal van het failliete sportclub Veendam krijgt van de FC de gelegenheid om hun conditie op peil te houden. Met wellicht kans op meer. Overtoom en Apau hebben het naar hun zin in de Ureborg. En dat na nog maar 1 training. Apau is ook wel toe aan een volgende stap. Er is interesse genoeg, maar Groningen staat op 1.
Het is een mooie club. Ja, ik kom van Jupiler League. Alles uit de Eredivisie, dat zou je sowieso wel aannemen, denk ik. Dus zoveel heb ik niet te willen, om zo te zeggen. De vier Veendammers zijn als eerste bij het trainingsveld. Je kunt maar beter op tijd zijn op je eerste stagedag. Ze krijgen 2 weken de tijd om te laten zien wat ze kunnen. En dan volgt er op termijn misschien wel een uitnodiging om te praten over een contract. Als Groningen er ook positief tegenover staat, dan valt er te praten, ja. Ja, dat zou jij wel graag willen, want kijk eens om je heen. Dit is een mooi stadion. Dit is zeker een heel mooi stadion, ja. Ik ben een jongen met ambities en ik wil altijd voor het hoogste gaan. Alleen op dit moment ben ik daar nog niet echt mee bezig. Ik ben lekker aan de ballen. En dat vind ik op dit moment het belangrijkste. Je weet natuurlijk nooit of ze nodig hebben of niet. Maar het is gewoon een mooie kans om in conditie te blijven en zelf te laten zien. Dus ik beschouw het gewoon als een mooie kans. En ook niet meer dan dat. Voor Apau is het meer dan een kans als je rekening houdt met een mogelijk vertrek van Van Dijk en Kwakman bij FC Groningen. Denk je dat het rondkomt met Groningen? Dat is een moeilijke antwoord op te geven. Kan je beter in een vraag. Maar jij staat er positief in? Ik sta positief in, ja. Over 14 dagen weten de andere drie ook waar ze aan toe zijn. Straks gaan we het in Altijd de Klos hebben over een compensatiefonds voor het aardbevingsgebied. Maar we gaan nu eerst wielrennen. Verkeer op de route. Rensters die de verkeerde kant op gestuurd werden en ook nog een openstaande brug. Er ging veel mis vorige week woensdag bij de eerste etappe van de Energiewachttour. Maar de organisatie herpakte zich en de Internationale Wielenbond heeft zelfs een positief rapportcijfer gegeven aan de organisatie. Ook zij zien waar we voor staan. Dat we de laatste 4 dagen gewoon foutloos organiseren met alles erop en eraan. Dat was woensdag wel anders bij de eerste etappe. Toen het in Winschoten chaostroef was en niemand nog de regie had. Wat er woensdag gebeurd is mensenwerk en dat zijn onze vrijwilligers. Ja, dat kan gebeuren. Dat is heel vervelend, maar dat hoort er wel bij. Het leek mij dat er wat te weinig mensen op de been waren. Of in ieder geval niet op hun plaats. Ja, zoiets kan natuurlijk een keer gebeuren, maar de organisatie is er heel goed mee omgesprongen. En die hebben het allemaal weer perfect rechtgezet. Mensen hebben niet zoveel zin meer om te wachten. Dus dat maakt het organiseren van zo'n wedstrijd ook stukken moeilijker. Maar ja, de veiligheid van renners en rensters is natuurlijk wel van levensbelang. De vraag is dan ook of de organisatie voldoende in staat is om het evenement in goede banen te leiden. Wij moeten onze beperkingen kennen. Dus het gaat er niet om groter te worden, maar wel om kwalitatief nog beter te worden. En daar ligt de uitdaging wat mij betreft voor de komende jaren. Sportief gezien is er geen reden tot klagen. De wereldtop staat aan de start en die hebben 5 dagen mooie sport in Groningen laten zien. Ik denk ook dat het gewoon wel een hoog aangeschreven wedstrijd is. Als je zo kijkt naar het klassement, dan zijn er ongelofelijke gaten. En het lijkt wel een klassement van een Giro bijna. Dus zulke gaten zijn ontstaan. Dus dat geeft ook wat aan, denk ik, over het niveau van de wedstrijd. Financieel is de zaak op orde en er komt redelijk veel publiek. Zo lijken alle seinen om door te gaan op groen te staan. Maar Rondhuis is wat voorzichtig. Als alle betrokkenen enthousiast zijn en verder willen, en ik hoor positieve geluiden, dan komt er ook nog een 4e en 5e editie. Ja. Nu nog afwachten hoe duur de ervaringen van dit jaar betaald zullen worden. Het Groningen Toekomstfonds moet de economie van Groningen gaan versterken en Groningers echt laten meeprofiteren van de aardgasopbrengsten. Dat is de basis van het idee dat in het kader van Altijd de Klos werd geboren. Rob Mulder onderzoekt de mogelijkheden van zo'n fonds en wat het voor de toekomst van Groningen kan betekenen. Rob, je bent in Noorwegen geweest. De basis voor het fonds, dat heb je in principe al voor elkaar. Waar ben je nu mee bezig? Ja, nu moet ik draagvlak zoeken. Zo heet dat dan, hè? Nou, ik wil gewoon met een heleboel mensen praten wat ze van het fonds vinden. Wat ze van het idee van het model vinden zoals we dat nu hebben uitgewerkt. En dan ga ik praten met een heleboel verschillende mensen. Uit de politiek, uit het onderwijs, uit het landbouwsector, vastgoed. En ook uit de ondernemerswereld natuurlijk. Want ergens moet je de economie aan gaan jagen, dat moet je dan met ondernemers doen. Toen dacht ik van ja, bij wie moet ik dan terecht? Dan moet je natuurlijk naar Lambert Swiers, de directeur van VNO-NCW Noord. En die weet alles van het noordelijke bedrijfsleven. En ja... ik was heel nieuwsgierig, want hij was de eerste die ik sprak. Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig wat hij van dat idee vond. Nou, dit vond hij ervan. Dat vind ik een prima idee. Zei het dat ik het niet alleen voor Groningen zou willen hebben. Ik zou het voor heel Nederland willen hebben. Overigens hadden wij dat tot een aantal jaren geleden al. Een zogenaamd FES, het Fonds Economische Structuurversterking. Dat werd voor een deel met aardgasbaten gevuld. En voor een deel met de opbrengsten van staatsdeelnemingen.
En daar deden wij goede dingen mee. Maar dat bestaat niet meer. Waarom niet eigenlijk? Ja, je kunt het bijna in deze tijd niet meer voorstellen. Maar dat werd afgeschaft in een tijd toen we een begrotingsoverschot hadden. Toen dachten we, nou, zo'n appeltje voor de dorst, dat hebben we niet meer nodig. Dat kunnen we tot in lengte van jaren wel uit de normale begroting halen. Ik heb een heleboel mensen gesproken in het buitenland. En die zeggen eigenlijk allemaal dat jullie niet sparen van dat aardgasgeld is verschrikkelijk onnozel. Wat vindt u ervan? Ja, daar hebben ze gelijk in. Ja, dat is een hele duidelijke taal van de Van Lambertsviers. Hij vindt dus ook dat we nu moeten gaan sparen voor de toekomst. Maar hij vindt ook dat zo'n fonds landelijk moet worden. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Omdat ik vind echt dat een Groningen toekomstfonds moet zijn ook voor Groningen. Omdat je in Groningen wel de lasten hebt, voelt dat althans. En eigenlijk de lusten ervan niet ziet. Maar ik kan me zijn opmerking wel heel goed voorstellen. Omdat je ook landelijk eigenlijk zo'n fonds zou moeten hebben. Maar misschien is er wel een verdeelsleutel mogelijk. Je bent het in deze fase heel snel met elkaar oneens. Dat moet ook. Want daar wordt het idee uiteindelijk natuurlijk veel beter van. Dat geldt trouwens ook voor de gedachte over hoe je dat geld uit zou moeten geven. Daar heb ik ideeën over, maar wie ben ik? Zoveel verstand heb ik daar niet van. Daar heeft hij wel weer verstand van. Andere mensen ook. Ook daar zullen ze het redelijk over oneens zijn. Maar Lambertsviers vindt dat we dit ermee moeten doen. Je toekomstige welvaart die stel je veilig door te investeren in infrastructuur. Wegen, bruggen, kanalen, vliegveld niet te vergeten. Maar ook in kennisinfrastructuur. Dus dat je als regio state of the art mensen opleidt die zeg maar slimme dingen kunnen doen. Nu zijn er ook mensen in het buitenland, hè, die specialisten die zeggen van ja, je zou het ook kunnen steken in de verlaging van de onroerend goedbelasting. Je zou belasting voor bedrijven kunnen verlagen, de grond wat goedkoper verkopen. Zijn dat ook richtingen die jullie bevallen? Ja, dat zijn ook mogelijkheden. Dan maak je het investeringsklimaat als het ware aantrekkelijk om hier te investeren. Dus dat zijn ja, zeg maar randvoorwaarden die je dan heel interessant maakt voor ondernemers. Dus dat kun je zeker doen. Maar wij hebben primair moeten wij het hebben van die infrastructuur. En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld een fatsoenlijke spoorverbinding naar Duitsland. Ja, jij en Lambertsviers hebben het al over de besteding van het geld. Dan wordt het al heel erg concreet. Gaat dat fonds nou komen? Ja, dat fonds gaat komen. Of het in deze vorm, ik hoop dat het in deze vorm gebeurt. Omdat dit een model is wat ook al bewezen heeft te werken in de wereld. In Alaska, in Noorwegen. Dat je ook het geld belegt. Daar is de politiek over het algemeen nogal angstig voor. Laat ik het zo zeggen. Want die zijn dan bang voor allerlei ongelukken met beleggingsgeld. Maar als je het niet belegt, moet je het op rente zetten. Dat stelt niks voor. Dan is het op een gegeven moment weer op. Nou, dat moet niet gebeuren. Wat ik wel heel erg leuk vind is, toen ik met Svier zo een beetje zat. Dan ga je ook een beetje dromen. Als je die poen al in de zak hebt. Nou, zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Maar wat ik wel heel erg leuk vind is dat hij heeft toegezegd er ook bij in de buurt te willen blijven en bij de verdere ontwikkeling van het fonds ook betrokken wil blijven. Nou, dat is al goed nieuws. Ik hoop dat me dat ook in al die andere gevallen lukt. En ik moet nog naar Den Haag. Ja, en dan wordt het spannend. Want of men in Den Haag zo blij is met zo'n noordelijk fonds, dat moeten we ons nog maar afvragen. Maar dat gaan we zien. Maar hij gaat er komen, zeg jij. Wanneer? Ja. Nou, wat mij betreft dit jaar nog. In ieder geval het begin. Het eerste geld stort. Zoveel is niet, hè? 100 miljoen per jaar. 10 jaar lang is 1 miljard. Beleggen. Nee, maar uiteindelijk ook eens een keer een spaarpotje van 20, 30 miljard. Nou, dat komt er goed uit. Dat is een mooi spaarpotje. Ja, ook wel helemaal in een bescheiden lapje zijn we nou maar dan. Bram Mulder, dank je wel. Oké. RTV Noord, het mooie programma's. Zondag in Loestrijk ook altijd met Noordman. Dat is natuurlijk een mooi programma. Rob van Damme heeft groot zijn regionale documentaires. Daar echt gewoon over de provincie. En natuur en cultuur, dat vind ik belangrijk. Het is nog geen Koninginnedag. Toch is basisschool De Regenboog in Uithuizen er nu al klaar voor. Geheel in stijl vieren de kinderen alvast een klein feestje. Want vandaag begon op de school de Oranje Maand. Wilhelm van Nassau, het ben ik van Duitse bloed. Basisschool De Regenboog staat deze maand in het teken van de troonopvolging. En dat wordt de hele maand gevierd. Naast het uit volle borst meezingen van het volkslied was er nog veel meer te doen. Omdat het oranjefeest is. Ja, bij ons op school. Nou, onze koning gaat aftreden. We krijgen een koning. Nou, we hebben geknutseld. En we gaan nog spelletjes doen. Het initiatief komt van juf Bronsema. Toen ze hoorde dat prins Willem-Alexander in april koning wordt, werd ze meteen enthousiast. Het zijn dat van die gezellige feesten, daar hou ik van.
saamhorigheid en gezelligheid. En dat wil ik ook hier op school met mijn collega's en de kinderen samen vieren deze maand. En daarom wordt er van alles georganiseerd. Van tekenwedstrijd tot hoedjesdag. Aan alles is gedacht. Zelfs de klassen hebben koninklijke namen gekregen. En er kan de schoolnaam natuurlijk niet achterblijven. En die werd vandaag onthuld door de burgemeester. Wij zijn deze maand niet langer de regenboog, maar wij zijn de koning Willem-Alexanderschool. Is dat misschien ook nog iets om langer dan april aan te houden? Het zou een optie kunnen zijn dat we van voortaan de koning Willem-Alexanderschool gaan heten. Een basisschool verander je natuurlijk niet zomaar van naam. En dat vindt ook Willeke Bronsema. Wat goed is, moet je niet veranderen. Nee, zoals net. En ook in Haren zijn ze klaar voor Koninginnedag. Op initiatief van de Oranje Vereniging in Haren wordt de rotonde midden in het dorp omgetoverd in een oranje zee van bloemen. En vanmorgen gingen ruim 1500 violen de grond in. Haren is helemaal klaar voor 30 april. In Haren dragen ze het Koningshuis een warm hart toe. En met de troonwisseling in aantocht wil de Oranjevereniging Oranje Nassau iets extra's doen. Op initiatief van de vereniging werden hoveniersbedrijven in de omgeving benaderd. Die stelden 1500 violen beschikbaar en zo kleurt Haren langzaam oranje. Wij bieden gewoon die 1500 violen aan. Vrijwilligers van de Hortus in Haren planten ze gratis, maar deze jongens zijn niet zo van de oranjes. Ze hielden om te zeggen, maar nee, niet echt wat. Maxima? Ja, mooie vrouw. Ja, voor de rest niet. De Oranjes en Haren hebben een lange geschiedenis. In 1990 vierde koningin Beatrix haar Koninginnedag. Prins Willem-Alexander haalde bij de Rijksluchtvaartschool, nu de Flight Academy Eelde, zijn vliegbrevet. En prinses Maxima zou haar inburgeringscursus in Haren hebben gevolgd. Dat klopt inderdaad. Wanneer zat ze? Ja, het was in de periode dat ze nog niet zo lang in Nederland was. En kennis had aan Willem-Alexander. Daardoor is ze uiteindelijk hier terechtgekomen. En goede stilte is dat, heeft dat baas gevonden, ja. Bij het laatste bezoek in Haren zou Willem-Alexander hebben beloofd dat wanneer hij koning is, hij, net zoals zijn moeder, deze feestdag komt vieren in Haren. Maar eerst de troonwisseling. Het feest in Haren begint 30 april om 16:30 'smiddags. Teleurstelling onder de tennissers in onze provincie. Afgelopen weekend zou de competitie weer beginnen. Maar bij iedereen kon het racket in de tas houden. Want de gravelbanen zijn vanwege de aanhoudende vorst nog onbespeelbaar. Het is altijd moeilijk voor Henk Nieboer van tennisvereniging Kringkekkers in Groningen om de gravelbanen op tijd klaar te hebben. Maar de aanhoudende vorst maakt het dit jaar absoluut onmogelijk. Nou ja, 's nachts nog steeds nachtvorst. En dan kun je 's morgens de eerste paar uur niks beginnen, want dan zijn ze hard bevroren. En als je dan om een uur of 11, 12 kijkt en het zonnetje schijnt, dan wordt het helemaal papperig en nat. En dan komt het vocht omhoog en dan kun je ook weer niks doen. En dus liggen de gravelbanen in de provincie er troosteloos bij. En ook bij verenigingen in de rest van het land kon de competitie afgelopen weekend niet doorgaan. De banen zijn nog veel te zacht. Als tennissers nu het gravel op zouden gaan, verandert de baan in een knollenveld. Nou, als je daar te vroeg op gaat spelen terwijl die nog niet hard is en je zet fel af omdat je weer terug moet naar het midden van de baan om de volgende bal te halen, dan krijg je zo'n situatie als dit. Sommige competitieteams vonden een plekje in de hal en ook recreanten kiezen deze week voor een balletje binnen. Vind ik jammer. Maar ja, daar kan niks aan doen, dat is al in de game. Ook al gaat de vorst uit de grond deze week, goed nieuws heeft Nieboer niet voor de tennissers. Zaterdag wordt denk ik uiterst moeizaam, zaterdag, zondag, ja. En dan moet het de komende dagen ook nog eens niet te veel gaan regenen. Tot zover Noord vandaag. Morgen is het dinsdag 9 april en dan gaat Groningen Airport Eelde 2 weken dicht in verband met de baanverlenging. U krijgt nog het weer met Harman Boer en een nieuwe klauk. Een fijne avond.